Matty is een drukgevoelige speelmat die aan de hand van LEDs en software spelletjes aanbiedt aan de kinderen, terwijl het ook data registreert tijdens de uitvoering van de kinderen of andere zorggebruikers op de mat. Dus normaal gezien, nadat een kind wordt aangemeld of een zorggebruiker wordt aangemeld voor therapie, gaan wij samen met de zorggebruiker kijken wat de therapiedoelen zijn. Met Matty gaan wij nu die doelen concreet maken, meetbaar maken en ook door uitvoering na uitvoering de beweging te registreren, kunnen we een veel concreter beeld geven van de progressie van de zorggebruiker, terwijl dat vroeger vooral op basis van klinische impressies was. Belangrijk voor een therapeut is dat hij de oefeningen kan uitvoeren hoe hij of zij wilt. Dus wij zorgen dat elk spel dat we in Matty implementeren ook aanpasbaar maken, zodat therapeuten zelf hun doelstellingen kunnen doorvoeren in de oefening. Hoe we nu te werk gaan is vooral met een meetpunt aan het begin van therapie, een meetpunt op het einde van therapie. En wij eigenlijk tijdens de therapie zelf niet echt een zicht hebben over hoe de patiënt vooruit gaat, tenzij natuurlijk klinische impressies, maar wij willen dat concreter maken door objectieve data aan te bieden, die eigenlijk constant bij elke uitvoering wordt geregistreerd tijdens het uitvoeren van de spelletjes en de oefeningen. Voor motivatie van volwassenen en kinderen is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze zien waar ze zitten, waar ze naartoe willen. Een volwassene gaat veel gemotiveerder zijn om zijn vooruitgang te kunnen zien, terwijl bij kinderen gaan we dan bepaalde oefeningen die ze keer op keer op keer moeten doen, er gewoon leuker kunnen laten uitzien doordat we ook op het scherm bepaalde zaken gaan aanbieden, waardoor het een spel is en niet een saaie oefening die keer op keer herhaald wordt.